Je hoort heel vaak dat vrouwen vinden dat een man nog een volle bos haar moet hebben. Stel, stervende bent, wanneer pleeg je euthanasie? Vergelijk je dat met haaruitval? Nou, waar is de grens dat je denkt, nu moet ik het al Jij hebt het er alleen maar over. Er is een grens. Wat staat er in jouw top 3 onzekerheden? Dat dit spel niet uitverkocht is. Ja? Nee, geintje. Oh. Wat staat er in? Nou, op 1 staat mijn haar. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Ja, op zich mijn buikje ook nog wel. Ja, maar het is niet per se alleen maar uiterlijke onzekerheden. Ja, maar dat zijn de onzekerheden waar ik het meestal op heb. Je hebt niks qua persoonlijkheid. Schort ook nog wel wat aan, toch? Ja, jou. Jij bent mijn grootste onzekerheid. Ik ben toch geen deel van jouw persoonlijkheid? Nou ja, geworden. Oh. Nee, je persoonlijkheid. Dat ik moeilijk emoties kan tonen. Oh, is dat een onzekerheid? Ja. Ik vind het juist heerlijk. Wat? Dat jij geen emoties Dat het gewoon een wat emotielozer blijft. Hoezo? Omdat jij zoveel emotie heb. Kijk eens de camera in dan. Ja, je kunt ze niet zien, maar ze zijn van binnen spelen ze zich af. Dat is waar inderdaad. En jou? Top 3? Mijn top 3 onzekerheden. Ik denk op 1 toch echt wel mijn sociale ongemakkelijkheid. Ja. Dat is echt numero uno. Is dat lastig om te bedenken eigenlijk? Want je bent zo geweldig voor de rest. Nee, er zijn er zoveel. Oh, is dat het? Ik vind het even lastig verder. Ja, heb je voor de rest geen onzekerheden? Dus alleen je sociale skills? Ja, maar de uiterlijk hebben we wel eens besproken, ja, toch? Ja, hebben we wel eens besproken. Nou, doen het alleen op innerlijk dan. Ja, maar jij wilt over je uiterlijk iets hebben. Ja, omdat we het vandaag gaan hebben over iets uiterlijks bij mij. Maar hoeft niet per se. Oké. Niet, dat is geen top 3, hè? Top 3. Nou, mijn sociale ongemakkelijkheid. Nou, waar schort het nog meer aan bij mij? Even nadenken, hoor. Ja, die waslijst. Heb je even. Ja. Maar als je, wat komt er nu in je op als je nu denkt? Nu? Ja, ik denk dan misschien toch dat ik wat minder goed met emoties om kan gaan. Ja, dat is wel een onzekerheid. En 3, 2, 1, maak keuze. Ik vind het even heel lastig. Je hebt er een paar, toch? Ja, ik heb genoeg onzekerheden, maar ik kan er op de spot kan ik even niet zo bij die komen. Die komt, eentje. Laten we het even over dingen hebben. Misschien dat het nogal ergens zo komt. Eentje, welke zit er nu in je hoofd? Wat vind jij vervelend aan mij? Wat ik... Hoezo? Dat is niet wat de vraag. Wat denk jij dat een onzekerheid is bij mij? Nou, ik denk vooral je sociale skills eigenlijk. Ja, die heb ik al bedoeld. Ja, maar ik denk dat het enige is wat ik zou denken. Ja, dat vind ik gewoon eigenlijk dat de hele tijd. Misschien emotionele regulatie. Ja, maar die heb ik ook al benoemd. Emotietonen? Ja. Mm. Nee, dat ik wat moeilijker met emoties kan omgaan. Nou, zo. Ja, dan weet ik het niet, innerlijk. Je hebt in principe hele brede nu gezegd, toch? Het is heel breed wat je nu hebt gezegd. Ja, eigenlijk is dat de hele top 3, hoor. Alle sociale moeilijkheden. Nou, daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het over uiterlijk hebben. Nee, gelukkig. We kunnen het op zich ook daar wel een beetje over hebben. Maar ja, ik weet niet. Het is denk ik het laatste jaar sinds dat ik... Ja, de laatste anderhalf jaar dat ik het steeds vaker heb over mijn haar, toch? Mm-hmm. En ik vond het nou wel zo'n onderwerp. Dat ik denk, ja, mannen hebben het er niet zo vaak over. Nee. Maar er zijn wel dingen waar we echt onzeker over zijn. Ja. Althans... Vanuit mijn point of view heb ik het idee dat mannen daar best onzeker over zijn. Ik denk het wel, ja. Want het is toch het dingetje wat bij mannen eigenlijk niet te voorspellen valt wanneer het uit gaat vallen. Laten we heel eerlijk zijn. Als je jong bent, dan denk je daar helemaal niet over na. Nee. Er niet eens over na. Ik moet zeggen dat ik wel... Mijn baardgroei was nooit echt je van het. Mm-hmm. Was ik niet echt onzeker over. Ik dacht gewoon van ja, of het komt ooit of het komt nooit. Nou, prima. Maar... Eigenlijk je tienerjaren, je twintigerjaren, als je haar dan nog goed en thick is, dan denk je er niet over na. Pas op het moment dat je de 30 overheen gaat en je kijkt in de spiegel en denkt van zo, begint hier toch wel wat dunner te worden hiervoor. Dan is het ineens zo'n ding aan het worden en dan zie je het ook elke dag. Ja, het is ook iets wat je natuurlijk als man zijn ook moeilijk kan bedekken. Kijk, als je wat ouder wordt, de meeste dingen aan je lichaam die veranderen. Je krijgt wat rimpeltjes. Het gaat allemaal wat meer hangen en zo. Mm-hmm. En dan moet je daarover lachen? Nou, nee, wat is er bij jou gaan hangen dan? Ik moest er gewoon even om lachen, omdat ik dacht, ik zag gelijk... Mijn borsten op mijn knieën hangen, daar moest ik even om lachen. Dat is zo'n beeld van grandma. Ja, maar goed, kijk, en die kun je nog omhoog werken en een BH duwen. Push-up BH. En met haar, je kunt er een pet overheen doen, maar dat wordt wel, het haaruitval wordt alleen maar erger daarvan. Precies, dus de laatste tijd heb ik wel petten op, maar dan denk ik wel steeds vaker van... Maar je draagt er toch geen petten voor? Of je hebt het op gewoon omdat je het leuk vindt en dan denk je... Dan denk ik ineens van, ja, maar als ik dit doe, dan is het helemaal niet goed voor mij. Nee. Dan krijgt het geen lucht. Ja, is echt zo. Maar dit is wel heel gek. Want als je dus een bepaalde leeftijd komt, dan ga je ineens daar...
dan word je daar een beetje onzeker over. Mm-hmm. En ik merk dus de laatste anderhalf jaar, denk ik, of zo, sinds dat ik er echt een beetje op begin te letten, sinds dat ik mijn haar weer wat korter en zo doe. Ja. En het steeds vaker zie dat er gewoon wat lichte plekjes beginnen te ontstaan, denk ik van, dit is niet waar ik heen wil. Namelijk een jaar geleden ontdekte ik ineens een grijze pluk in mijn baard. Of één grijze haartje. Toen dacht ik, dat vond ik wel cool. Dat is ook wel cool, toch? Ja. Wit haar vind ik prima. Als ik helemaal wit maar haar niet, zou krijgen... Niet iedereen prima. Wordt wit, hè? Sommige mensen worden echt grijs. Ik weet het. Maar ik zou wit haar... Dat zou ik niet erg vinden, laat het zo zeggen. Er zijn ook heel veel mensen die dat lastig vinden. Dat zou ik niet erg vinden. Mm-hmm. Maar dat de haargrens begint naar boven te trekken en dat die inhammen groter worden en dat hier bijvoorbeeld, ja, je ziet het niet op beeld, maar hier steeds dunner begint te worden. Oh. Ik heb het expres wat verder weggezet. Nee, dat komt omdat ik geen derde camera heb. Maar nu het hier wat dunner begint te worden, vind ik dat toch wel lastig. Ja, maar ik kan dat goed begrijpen omdat je er eigenlijk bijna geen controle over hebt. Het is ook een beetje in de genen bepaald, hè? Natuurlijk heb je ook levensstijl en nog dat je wat dingetjes kan doen met olie en zo, wat het kan verlangzamen, zeg maar. Ja, of zelfs nieuwe. Ja, je kan het vertragen, maar je kan vertragen, ook. Je kan ook volgens mij wel wat bijkweken. Ja, dat je dan zo'n kastje op je hoofd moet zetten om het erbij te kunnen kweken. Je moet naar Turkije, toch? Nee, ja, dat vind ik dus weer een stap te ver. Ze kunnen het wel heel netjes doen. Maar wat ik nou voornamelijk in Turkije vind, is dat ze hele strakke haarlijnen maken. Ja. Dat het heel onnatuurlijk heel lijkt. Onnatuurlijk. Maar om even terug te komen. Ik wilde namelijk iets aan je vragen als vrouw zijnde. Ja. Wat vind jij met mannen met haar? Als ze het minder hebben, bijvoorbeeld, ineens. Nou, wat vind je daarvan? Nee, maar dat is wel een ding. Ik vind dat Want ik denk dat als je kaler begint te worden, lijkt je uiteindelijk ook ouder. Ja, ik vind dat we daar als mens zijnde wat normaler over moeten doen. Want ik heb wel heel vaak vrouwen dat ook een soort van... Ja, van als die kou is, dan hoef ik hem niet meer. Of als die met die inhammen, dan vind ik hem te oud. Wat dan ook. Je hoort heel vaak dat vrouwen vinden dat een man nog een volle bos haar moet hebben. Maar een van onze vrienden, ik zal maar zeggen, even in het midden laten. Die heeft het daar wel vaak over. Als je inhammen, dat ze dat niet leuk vindt. Nou, ik... Ik zit wel eens na te denken als ik dan met iemand en sinds anderhalf omging. Jaar heb ik hier last van. En waar komt dat door? Omdat het steeds vaker benoemd wordt. Misschien zit daar wat. Benoemd wordt bij haar. Ja. Door haar. Ja. Nee, maar ik denk... Ja, geintje. Ik zat wel altijd in te beelden. Zou ik iemand ook leuk vinden als die op een gegeven moment kalend wordt? Ja, oké. En kijk, jij hebt al een kort geschoren koppie gehad. Dat heb je al gehad. En dat vond ik best leuk. Ja. Dus dan denk ik van, nou, dan zou je gewoon gaan staan. Ja. En een vorige relatie, die vond ik, had ik denk, nou, dat zou je ook wel leuk staan. Dus ik denk dat uiteindelijk ligt het er natuurlijk aan of de man er zelf zeker genoeg mee rond kan lopen. Want er zijn heel veel mannen die dat niet aankunnen. Nee, klopt. Maar en ik moet wel zeggen, ik denk dat het logootje wat we hebben voor Vet Gezellig wel echt een opclean beurtje kan krijgen. Wat als ik dan zo'n scherige apparaat boven? Nee, maar wat ik wil zeggen is, je ziet heel veel mannen die angstvallig aan de laatste plukken vasthouden. Ja, maar ik vind ook gewoon, dat moet je ook gewoon helemaal zelf weten. En als je het moeilijk vindt, dan snap ik ook geheel. Je moet maar eens nadenken als vrouw zijn als dat op een of andere dag begint uit te vallen of dunner begint te worden. Nou, ik zou dat ook wel intens vinden, hoor. Maar ik vraag me wel af, wanneer is het voor een man, en misschien is het ook voor de kijker, misschien dat er wel mannen kijken, tot wanneer blijf je eraan vasthouden dat je op een gegeven moment kaal begint te worden? Want dat ik kan me goed voorstellen, hetzelfde met ziek zijn, je rekt steeds verder het op. Dus met ziek zijn, als je echt... Stel, stervende bent, wanneer pleeg je euthanasie? Vergelijk je dat met haaruitval? Nou, misschien een beetje heftiger vergelijken, maar wanneer poel je de pluk en wanneer poel je de wat kan het haar? Meer, laten we even eerlijk zijn. Ik denk dat de vergelijking eerder is als je een maatje meer of een maatje minder wordt, wanneer ga je kleding wegdoen? Ik vind dat eerder een vergelijking. Kijk, en misschien maak ik het daar te klein mee. Nou ja, het voelt wel als... Weet je, toen ik ouder werd en wat meer at. Omdat ik uit huis was gegaan en heel veel een frituurpan had genomen. Toen op een gegeven moment paste ik niet meer in mijn kleding. Mm-hmm. En toen heb ik heel lang gedacht van, ja, maar dat komt wel weer. Mm-hmm. En op een gegeven moment besefte ik gewoon, doe nou maar gewoon weg.
Mm-hmm. Het gaat, je ziet er nu ook gewoon goed uit. Nou oké, wanneer kom je op dat punt? Dus? Ik denk dat dit een betere vergelijking is dan dat je zegt dat je het overlijden bent. Afvallen kan altijd. Kaal is wel omkeerbaar. Ja? Het gaat dan niet uit zichzelf meer groeien, maar je kunt er wel wat op plakken. Ja, dat is waar. En er worden tegenwoordig hele mooie haarstukjes gemaakt, voor mannen ook. Ja. En wat mij dan vooral opvalt in de reacties... Welke reacties? Op Instagram? Als ik op Instagram kijk en dan zie je zo'n makeover dat een kerel... Ja, die wordt echt gewoon helemaal, zie je hem helemaal stralen als ze dat haarstukje op heeft. En dan zijn er toch heel veel reacties die zeggen van... take him swimming the first date. Dat is leuk. Want ze willen weten of die toupet eraf zweeft. Nou, als het goed is, als die goed opgeplakt is, gaat dat niet gebeuren. Maar dan denk ik, ja, het is eigenlijk hetzelfde. Ja, ik vind dat hetzelfde als een vrouw extensions zou zetten. En dan toch? Zeggen we gewoon... Is extensions hetzelfde eigenlijk voor vrouwen dan mannen die een toupet zetten? Als je als vrouw heel weinig dunne haar hebt en je zet extensions erin... Ja. Het enige verschil is natuurlijk waarschijnlijk dat het haarstukje eraf gaat in de avond. Ja. Dat denk ik dan. Ja. Ja, dan moet je maar een muts opzetten, toch? Helemaal zwetend in bed. Ja. Bij een toupet, bedoel je? Dat is een geintje. Om het extra vast te laten zitten. Dat je dat ze aan je vraagt... Nee, maar waarom heb je elke keer die muts op als we gaan slapen? Dat jij al zegt... bedoel je? Ik had gewoon koud, man. maar ik woon in een nieuwbouw met 24 graden. Nou, nee, maar kijk... Ik denk dat de vergelijking... Ik wil toch wel even op de vergelijking terugkomen. Ik denk dat het wel erg... Je schaamt je, hè, voor de vergelijking. Ja, een klein beetje. Ik merk het. Ja, vind ja, ik je vindt heftig. Het echt... Nou, het is een heftige vergelijking, kan me wel voorstellen. Ik hoop niet dat ik er iemand mee beledigd heb. Nou, oké, dus dat wilde ik vragen. Denk jij dat het dan voor een vrouw extensions hetzelfde iets is als een man een toupet op zou zetten? Nou, ik denk dat een toupet nog een stapje meer is, omdat het bij de man toch veel minder voorkomt en minder gedaan wordt. Extensions? Toupet. Ja, maar je noemt het een haarstukje. Een toupet klinkt echt alsof je 80 bent. Ja, dat klopt wel inderdaad. Mijn opa had volgens mij wel een toupet. Ja, maar je hebt ook gewoon die mannen waar je dan overduidelijk ziet... dat zo'n glanzende lok over hun hoofd heen... die dan een andere kleur is dan het rest van de haar. Dan denk ik, en dan staat er onder Made of China, toch? Ja, precies. Dan denk je, ja, het is wel duidelijk. Ja, dat is een soort van synthetisch haar. Maar je hebt echt hele mooie haarstukjes. Ja. En ik denk dat we daar gewoon wat normaler over moeten doen. Want het is uiteindelijk, vind ik naar mijn idee, hetzelfde... als inderdaad extensions of een pruik, ja. Weet je dat ik dus, voordat ik jou leerde kennen... extensions totaal niet zag bij vrouwen? Nee, hè? Nee, echt totaal niet. En nu zie ik het elke keer, omdat ik denk... oh ja, dat is inderdaad een beetje alsof de ratten er aan de zijkant hebben eraan gegeten. En dan hebben ze er nog haar eronder uit. maar je ziet de lengteverschil ineens heel erg. Nou, als je erop let, heel goed. Het als het heel goed gedaan is, niet natuurlijk. Nee. Maar heel vaak is het niet heel goed gedaan. Maar je hebt, als het slecht gedaan is, heb je zo'n hele duidelijke lijn... waar het echte haar stopt en het nieuwe neppe haar eronder vandaan komt. Maar je hebt ook als er laagjes geknipt worden en het is niet ellenlang... dan zie je het echt niet, hoor. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee, tuurlijk niet. Hoezo, ik heb er gewoon haar. Ja, oké, maar er zijn ook mensen met haar die het ook nog steeds doen... om nog groter haar te krijgen. Ja, ik vind groot haar niet mooi. Ah. Ik wil graag dun en sluik haar. Zei niemand ooit, toch? Ja, ik wil het heel graag naar beneden werken. Ja? Daarom ben ik het de hele dagen lang zo aan het... Jij zit in elke podcast zit je ook echt de hele tijd aan je haar. Echt? Ja, je zit heel vaak zit je aan je haar. Zie je dat? Ja. Kijk, word je zeker op geattendeerd of niet? Nee, helemaal niet. Maar ik zie het zelf bij de edit steeds. Oh. Ja, ik knip jou heel vaak weg. Mensen heel vaak hebben weg. Er een gehekel aan als je zoveel aan je haar Ja, maar ik knip zit. Het heel vaak weg. Ik wil heel graag haar wat gestel naar beneden valt en niet te veel volume heeft. Ik hou er helemaal Why? Niet van. Ja, ik hou er gewoon niet van. Ik vind dat niet mooi. Maar bij een man? Wat is er bij een man? Wat wil je horen? Vind je dat dan bij een man wel volume moet hebben? Nee, het maakt me allemaal niet uit. Nee? Ze dus vindt er gewoon leuk uitziet. Als ik kaal zou zijn... Ik vind kale mannen ook leuk, ja. Maar wanneer vind jij dat een man het af moet scheren? Wanneer die er zelf klaar mee is. Ja? Ja. Maar wanneer ben je er klaar mee? Ik denk... Want ik vind dat lastig. Ik zit altijd denken aan nee, het scheren. Nee, maar dat is niet nodig. Nee, ik maak nu even een geintje, want het valt ook wel mee. Maar ik vind wel bijvoorbeeld... als ik even mag zeggen. Ja. Mijn rechterkant begint meer uit de weg te lopen dan hier. Oh, nee, dat vind ik niet. Dat zie je niet, omdat ik het ervoor drapeer. Nee. Drapeer. Maar weet je wat je zou moeten proberen? En dat is gewoon even een tip aan jou. Even een ander haarproduct. Ik denk dat het wat minder... Want nu knijp je het bij elkaar, waardoor het minder lijkt... Dat heb ik ook wanneer ik mijn haar... Er zit nu geen product in trouwens, moet ik even zeggen. Soms lijkt mijn haar ook heel dun.
Nou, ik moet wel zeggen dat de kapper ook zei van ja, het ligt er ook heel erg aan welke gel je gebruikt. Ja, ik denk dat je best vol haar, want je ook, we hebben ook nog krullen, hè? Maar omdat je het wat meer bij elkaar kneedt, dan moet je even een keer proberen. Ja, jij zegt altijd van ja, maak je je druk om, het valt echt wel mee. En dan, maar op een of andere manier zit het echt in mijn hoofd. Maar ik denk serieus sinds dat we het er vaker over hebben. Ja, maar jij hebt het er heel in de vaak, algemene zin. Jij hebt het er heel vaak over, omdat je er onzeker over wordt. Ja, omdat maar ik denk, juist door het elke keer te benoemen, wordt het steeds groter in je hoofd. Dat is wel echt waar. Ik zeg nog tegen jou, je moet opstaan in de ochtend in de spiegel kijken en dan zeggen van, nou, wat heb ik toch nog een volle bos haar. Ja, maar voor mijn 34 valt het ook inderdaad wel mee. Ja, joh. Niet zo. Ja, maar het is toch wel een ding. Ik snap de onzekerheid wel, natuurlijk. Ik denk dat het een van de dingen is waar de meeste mannen wel meest onzeker over zijn, is het haar. Nou, je ziet ook wel veel. We kijken natuurlijk ook YouTubers, mannelijke YouTubers, die dan ook wel benoemen van ja, het gaat een beetje achteruit. Ja. En, maar ik denk ook wel dat. Ja, dat je tegenwoordig ook wel meer ziet, omdat er toch ook wel meer stress is. Ja, zou ik, nou, maar vroeger waren mannen ook wel kaal, hoor. Ja, oké. Het heeft toch met testosteron te maken, juist? Misschien heeft het ook met eten te maken. Ik weet het niet zo goed. Ja, dat zou best wel goed kunnen. Maar ik ben wel benieuwd. Want ik weet dat er heel veel vrouwelijke luisteraars en kijkers zijn. Wat vind jij eigenlijk van als mannen dus wat kaler beginnen te worden? Vind je het erg of niet erg? Als je er heel eerlijk over bent. Hè? Want het kan natuurlijk ook echt zijn dat je het gewoon niet zo mooi vindt. Ja, dat kan toch uiteindelijk. Iedereen is zijn voorkeur, ja, dat denk ik. Het zegt misschien maar iets over levensstijl. Al weet ik dat ook weer niet. Maar ik zit me wel eens af te vragen. Kijk, als je met een relatie voelt, met elkaar een goede relatie hebt. Ja. Dan denk ik, natuurlijk moet je altijd wel je best blijven doen om er leuk uit te zien voor elkaar. Maar ik denk wel dingen waar je geen controle over hebt. Ja, in zo'n geval kan dan toch niet eens de liefde verdwijnen omdat iemand kaal wordt. Dat is waar. Maar oké, als laatste wil ik je dit gaan stellen. Dus alleen voor de kijkers. Waar is de grens dat je denkt, nu moet ik het al jij hebt het er alleen maar over. Er is een grens. Ik vind sowieso, want je ziet wel eens mannen lopen en die hebben op een gegeven moment de grens ineens hier zitten. Dus dan halverwege het hoofd. Dan denk ik wel van ja, als ik dat zou hebben persoonlijk, zou ik het weghalen. Als je echt, dus alleen nog maar dat laatste stukje bolletje hier achter hebt, hè. Weet je dat er is toch dus, wel een grens aan. Weet je dat er dus een man was die echt heel dun haar had. En die grens, die zat hier en had hier wat plukjes. Ja. En toen is hij van alles gaan doen. Ja. Hij is ook een bepaalde medicatie gaan slikken die in Amerika in ieder geval goedgekeurd is. Ik weet niet precies wat het was. Ja. Plus rozemarijnolie en van die rollertjes. Ja. En die heeft gewoon weer haar. Ja, want de wortel schijnt er nog om te zitten. Het zit overal weer. Kijk, en ik vind het wel een vreemd textuurtje hebben, het haar. Ja? Het lijkt wel een beetje stug. Beetje baby of zo. Stug. Juist stug, oké. Ja, maar hij heeft wel weer een vol hoofd haar. Bijzonder. Ja, ik vind het wel. Ik vind dat wel. En je bent daar dan weer te lui voor, merk ik zo. Ik vind het wel volharding, ja. Ik denk, waarom niet? Ja, maar ik vind het. Ik ben onzeker, maar het moet wel een beetje makkelijk gemaakt worden. Ja, ik vind dat ook wel intens hoor, als je zo veel ervoor moet doen. Maar ja, wij mensen hebben sowieso een hekel aan dingen die op lange termijn. Ja, we willen heel erg snel resultaten inderdaad. We willen eigenlijk iets slikken en dan de volgende dag wakker worden met een volle bos haar, toch? Ja, basically wel. Wat ik wel moet zeggen, ik denk dat ik wel even een keertje rozemarijnolie ga proberen. Ja, maar dat is volgens mij ook wel echt wel gezond. Ik ben ook wel blij dat ik nog geen kruin heb. Ik weet dat ik met Antonie er wel eens een keer over had. Van, dat hij zei van, heb ik eigenlijk al een kruin? Ik zei, nee joh. En hij heeft wel veel haar, hè? Ja, hij heeft zeker wel veel haar. Maar dan, dat is ook een ding waar mannen het wel vaak over hebben. Zo'n kruin. Als ze dat beginnen te krijgen, dan worden ze ook wel een beetje onzeker. Ja, maar wat is erger? De kruin of de inhammen? Ik denk de kruin. Voor jou? Ja? Ja, vind ik kruin nog vervelender, denk ik. Als je zo'n kruin hebt die dan ineens begint weg te trekken, dan weet je helemaal niet meer waar het gaat stoppen. Ja. Hier, dit is tenminste nog een haarlijn die gewoon naar achter gaat. Ja, precies. Je kan ook een keppeltje gaan dragen. Ja, dat zou ook wel kunnen. Weet je wat we ook zouden kunnen doen? Het snackje van de week bespreken. Het snackje van de week. Ik heb hier een bericht over ontvangen. Een mailtje zelfs. Volgens mij was het het was een DM. Van iemand die zei, ja, ik luister de podcast en ik wil eigenlijk dat jullie gewoon ook goed bespreken waar het naar smaakt. Hoe ziet het eruit? Oh. En dus dat gaan we bij deze proberen te doen. Het snackje van de week is. Ja, ik moet even kijken hoe ze heten. Mini donuts volgens mij. Mini Berliner iets. Ik kan het niet helemaal lezen. Bollen, zeker. Afblijven. En ik wil daar wel eventjes wat over zeggen. Deze zijn te kopen Albert Heijn. Ja. En geen sponsor. Ik heb ze voor het eerst gekregen, cadeau van een zus van mij. Die zei van, dit is echt wat voor jou. En het was omdat er in de vulling zit de witte chocola. En ik ben dol op alles met witte chocola. Maar toen zij ze aan mij gaf, waren ze nog 30 cent per stuk.
Ja, en nu? En ze zijn nu 40 cent per stuk. Nou, dat vind ik wel een echte insane prijsstijging. Dat is een maand geleden, denk ik, dat je het gekregen hebt. Ze zijn zelfs als 20 cent waren ooit, maar dat geloof ik niet. Dat geloof ik ook niet. Maar we gaan hem even eten en dan gaan we hem gelijk ook beschrijven. Schat, ik vind het wel jammer dat ik dit nou weer, dat ik er niet echt van kan genieten. Hoezo niet? Ik kan er pas echt van genieten als het niet, als ik niet op mijn eetgeluiden hoef te letten. Dan doe je even je microfoon, ga je even zo eten. Ik vind dus de donut van de Albert Heijn in de supermarkt over het algemeen best wel droog, maar dat is deze dus niet. Er zit echt een kleine kern van wit chocola in die het heel romig maakt. Oh, het is zo fantastisch lekker deze. Maar hij is ook echt goed vers. Ja. Het is net alsof hij net afgebakken is. Mm-hmm. Heel zacht ook. Maar die witte chocola, dat is eigenlijk de perfecte combinatie om het soort van romig te maken zonder dat het onwijs misselijkmakend is, ja, of zo. Precies. Die poedersuiker eromheen, die is ook wel, die is niet te veel. Dus niet je hele handen zitten gelijk onder, maar het zit er net genoeg op. En hij is klein van stuk. Wat ook wel fijn is, want dan heb je een soort van bite size. Maar voor mij mag die heel groot zijn. Ja, dan vind ik het toch te veel worden, denk ik. En wat ik wel bijzonder vind, is dat ze de chocola zacht. Zacht is. Terwijl ze 's ochtends geleverd worden, dat kan niet anders. Want ze hebben ze gewoon liggen. Zij bakken ze daar niet af. Ze hebben geen frituurpan. Dat is niet, het is niet gesmolten choco. Het is een soort van. Oh, is het geen van? Want het lijkt wel op choco. Mm-hmm, maar het is een ganache. Mm-hmm. Echt? Nou, denk het. Ja, hij is echt geweldig. Hij staat bij de bakkerij, bij de Albert Heijn. Ja. En hij is gewoon geweldig. Ja, 5 out of 5. Dit is serieus, 5 out of 5. Ik denk dat ik hem eigenlijk voor een, ik had hem als eerste voor een video willen proberen. Maar ja, we hadden hem al gekregen en we hadden geen camera bij ons in de buurt. Mm-hmm. Maar hij was echt geweldig. Ik wil nog even iets op iets terugkomen. De theatershow. Ja, gaat niet door. Het gaat niet door, jongens. Het is de tweede keer dat we deze grap alweer maken. Hebben we dit ook keer gezegd? Nee, hij gaat wel door. Maar we zijn druk in conclave over hoe en wat. Maar wat ik wil even een kleine tip van de sluier geven. Ja? Ja, want ik weet dat er veel mensen komen die, nou ja, ik zou het zelf fijn vinden dat ik weet waar ik aan toe ben. Mm-hmm. Dus deze is ook echt voor de mensen die hier komen. De dag ziet er een klein beetje als volgt uit. Om 2 uur gaat het beginnen. En dan gaan wij eerst zeggen wat we allemaal gaan doen. Dus een kleine opening doen we met z'n tweeën. We hebben, als het goed is, 2 video's die we gaan laten zien. Ja, en ik wil graag in de opening dat jij een dansje gaat doen. De opening gaat er een dansje blijkbaar plaatsvinden. Mag dat ook van tevoren opgenomen zijn? Ja. Dan komen dan komen er 3 video's. Nee, maar goed, er komen dus 2 video's daar waar we mee bezig zijn. Ja. We willen interactie met de kijker. We hebben een snackje van de week. Ja. En ik ga het geheel nog een beetje aan elkaar praten. Ja, en ik denk dat het ook leuk is aan het einde dat jullie nog vragen zouden kunnen stellen. Ja. Dus mocht je nog denken van, on the spot kan ik het niet zo goed bedenken. Maar ik wil wel dingen weten. Schrijf het even op. Ja, je kan er gewoon rustig opschrijven. We hebben al onze merch bij ons. Ik hoop dat we nog een speciaal shirt slash tasje uit weten te persen. Want dat is het idee kwam weer wat laat tot me. Maar ik hoop gewoon vooral, en dat ga ik even hier benadrukken, waarom we dit hebben gedaan. Het is niet dat we een heel toneelstuk gaan opvoeren. Want dat is niet het idee. Het idee is echt, ik wilde gewoon. Ik kreeg vaker de vraag of mensen ons konden ontmoeten. En ik wilde daar toch iets van een inhoud aangeven. Dus het leek mij leuk om dit zo te doen. Ja, in plaats van een foto en een. Hoi, doei. Ja, wilde je eigenlijk wat meer een persoonlijke update geven en wat materiaal, beeldmateriaal, wat dan alleen echt voor de. Ja, gaat ook niet online geplaatst worden. Nee. Het is echt alleen voor die theater bedoeld. Wellicht dat we nog een keer in een ander deel van het land een keertje het kunnen doen als het ons bevalt. Nogmaals, ik ga het niet aan vastleggen, maar dan zouden we het nog een keer kunnen doen. Kunnen we het nog een keer ergens vertonen. Maar het is in eerste instantie eigenlijk gewoon om jullie te ontmoeten en om wat meer interactie te hebben en om ook onderling met elkaar wat interactie te hebben. Want iedereen kijkt naar dit en iedereen, ja, ik gok dat iedereen wel iets met mentale gezondheid heeft die komt. Dus wellicht ontstaan daar nieuwe contacten met elkaar. Ja. Dus dat hopen wij een klein beetje. Of dat gaat lukken, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat is wel een beetje de instelling waarom we het wilden gaan doen. Het is eigenlijk een soort van meet and greet XL. Ja. Eigenlijk net iets eigenlijk meer. Een soort van iets bredere meet and greet. Ik dek mezelf al gelijk in. Als ik niet helemaal uit mijn woorden kom, dan weet je het alvast. Nee, maar dat kan je hartstikke goed, joh. Ja, ik ben er altijd wel een klein beetje onzeker over. Maar ik vind het wel heel leuk dat we het gaan doen. En dit is al een beetje een droom
10 jaar bijna vetgezellig. En dan in zo'n intieme setting kijkers ontmoeten vind ik toch best wel cool. Ja. We zijn nog bezig om iets van een fotobooth of zo te regelen. Of dat helemaal doorgaat, weet ik nog niet. Maar in ieder geval is er ook kans om foto te maken. Nadat we klaar zijn, moeten we wel mensen er snel doorheen werken. Want 150 mensen is een beetje veel. Ja, weet je, ik had dus dat beeld van 150 mensen helemaal niet voor me heb. Nou, is die zaal vol. Ja, maar die zaal vind ik best wel gemoedelijk voelen. Ja, vond ik ook wel inderdaad. Maar het is best veel waar ik heb uitgerekend. Als je er 2 uur over doet, dan had je volgens mij 1 minuut per persoon of zoiets. Oh, dat was wel intens. Ja. Nee, dan heb je korter dan 1 minuut per persoon. Ja, oké. Okay. Maar dan moet je heel veel komen met z'n tweeën. Dus dan zit je al gelijk al of met een groepje of zo. Mm. Ken ook, en als je nog kaarten hebt, want er waren wat mensen die uiteindelijk toch niet konden. Zet ze op Ticketswap en stuur mij een DM. Dan kan ik ze ook altijd nog met de volgers delen die nog wel willen komen. Of kijk, als je niet kan komen, kan je gewoon niet komen. Maar ik heb gezien dat er vaker via Ticketswap is verkocht. Dus we hebben nu geen idee wie er komt. Toch? Ik heb sowieso, geen idee. Want wij deden zelfs de ticketverkoop niet. Nee, en wij gaan een paar dagen ervoor gaan we nog repeteren. Een beetje kijken of de video's werken en of alles goed doet. Ja. Ja, ik hoop gewoon dat we een leuke middag gaan hebben. Dat is vooral het belangrijkste. En toen wij het bedachten, toen had ik niet gedacht dat ons half jaar er zo uitzag als dat nu, want we hadden geen verhuizing. Nou ja, er is een hoop in het privéleven gebeurd. Dat had ik allemaal niet voorspeld, want anders hadden we het waarschijnlijk even uitgesteld. Maar ja, het is nu zoals het is. Maar het is ook zonde om het niet door te laten gaan. Nee, want het is eigenlijk... Kunnen we het ook door laten gaan? Want het is niet alsof we grote repetities moesten gaan houden. Nee. Omdat we allemaal dingen gingen instuderen. Want dat was het hele concept niet eens. Nee, maar meer omdat je toch... Ja, met wat alles wat er gebeurd is... had je misschien er wat meer over na willen denken. Ja. Toch? Maar ja, aan de andere kant kan je er ook... Ik denk dat het ook wel weer mooi is. Wordt het wel weer mooi wat het is uiteindelijk. Het is niet geworden wat we wilden dat het werd. Maar het is iets heel anders. Dat komt omdat er zoveel gebeurd is uiteindelijk. Mm-hmm. Dus dat is ook wel weer mooi. Dus voor de mensen die komen, superleuk. Ik ga het niet vastleggen in die zin dat het online gaat komen of zo. Misschien in een vlog of zo. Grote aftermovie komt er niet. Nee, grote aftermovie komt er niet. Maar ik zal wel zelf wat filmen. Ik zal wel wat een cameraatje een keer neerzetten of zo. Ja, maar uiteindelijk is het gewoon voor de mensen die komen gewoon iets speciaals. En het lijkt me gewoon heel erg leuk om jullie allemaal te zien. Ja, dus dat. Ik ben benieuwd. Ik ook. Tot volgende week.